Ja, mag wel, maar. Ik join hem alvast. Oké, welke thema wordt het alvast? Zeg het alvast. Nee, het eerste thema dat is nog verrassend. Ligt eraan. Gewoon als iedereen de rest, dan zeg ik het eerste thema. Maar hoe zou ik dan mijn kleding moeten veranderen? Nou, bijvoorbeeld, er zitten allemaal dingetjes, allemaal van die hokjes. En bijvoorbeeld, ik zeg bijvoorbeeld voedsel. Kijk, dan kan ik bijvoorbeeld deze aantrekken. Ja, weet je wat ik dan kan aantrekken? Ja, Pili. Maar ik kan nou wel even nog eens even beginnen met mijn basic skin die ik altijd aan heb. Van bijna altijd. Zodra je zegt anime, dan heb ik ook al een skin. Ja, dat is oh, ik ben trouwens al live. Oh, hi! Auw, ik word dood, jij achterlijke sneeuw, man! Zullen we het joinen? Ja, weet je, ik ga gewoon live op TikTok ook. Ik ga ook live op TikTok. Doe je op publiek? Ja. Op publiek? Maar ik moet sowieso ook joinen voordat jij joint. Dus jij ziet al wat ik het ben, sowieso. Want zonder mij kun je nou niet die wereld doen. Wel. Oh, nee. Maar ja. Ik join gewoon tegelijkertijd met jou en dan kan ik gewoon lekker. Ja. Oké, ik ga even... Oh, by the way, hi iedereen in chat. Ik ga nu ook live op TikTok. Hi, TikTok. Hallo mensen, ik ben nu live op TikTok en op YouTube, dus ik ga fashion show doen, dus ja, kom lekker kijken en doe gerust mee. Oké, meestal hoor je hem niet, dus doe even ready. I do the show, dominate, and I join the jungle, dominate, oh yeah. To anybody, no, to the knee, sing it, sing it, and show you, yeah. Ja, als ze me toch niet horen, ga ik ook gewoon lekker zingen. Ja, ik ben wel live, ik ben nu live op YouTube dus en op ding. I do the show, dominate. Hey, autoclicker live neemt deel. Hallo meneer. Hallo. Kijk, Mees. Een of andere enge pedofiel of zo. Kijk, dus Mees, wat het dus is, is één iemand die staat hier, dus ik. En de rest die staat allemaal daaromheen en die kan gewoon dingetjes doen. Ik op dat hokje, Clay. Hey. Ja, we moeten starten. Ik ben natuurlijk in het midden. Maar zo, we beginnen toch nog niet met fashion. Nee, we moeten nog even wachten op mensen natuurlijk. Ik ga hier, dit is mijn. Ja, jij mag heel ding claimen, maar we gaan nu alvast beginnen voor jou dan tenminste. Wacht, kun je claimen? Nou ja, mensen die mogen gewoon een leuk hokje kiezen waar ze willen staan. Wacht even, ik ga eerst even bouwen. Zo, ik wil er namelijk op staan. Oh ja, voor de mensen die mij willen joinen. Pas op, Marco Bustato staat achter je. Oh mijn god, ik ben ziek bang. Nee, help, ik ben ziek bang nu. Ja, maar wie wil nou Marco Borsato? Nou jongens, als iemand mij wil toevoegen en mee wil doen met deze fashion show. Dus mijn naam is gewoon doen! Hier. Kijk, ik sta al op mijn hokje. Oké, we gaan alvast beginnen voor jou. Dus ja, doe gras mee, we willen dat juist. Maar, oké, waar ben jij mees? Oh, daar. Nou, voor jou het eerste thema. Is ik vind dat het eerste thema gewoon een beetje knuffelbaar, dus iets waar je van denkt van oh dat vind ik wel lief. Iets dat je denkt dat je lief vindt. Ja, tenminste het moet ook lief zijn, dus iets waarvan je denkt van oh dat is echt cute. Dat bedoel ik meer. Damn, dat heb ik niet echt. Dan moet ik deze doen. Denk ik.
Kijk, ik laat je nu even weten hoe zo'n fashion show met je werkt. Nee, joh. Ja. Ja, toch. Ik ben toch een super cool. En je pickaxe? Oeh, die pickaxe moest je er ook wel bij. Je moet trouwens ook altijd matchende pickaxe hebben, matchende backbling. Backbling hoeft niet altijd, maar... Ja, wel het liefst. Het liefst wel. Dus kijk, noem eens een thema voor mij. Huh? Wij noemen gewoon iedere keer om de beurt een thema en jij mag gewoon meedoen. Oké, okay, scary. Scary, oké. Okay, dat is wel leuk. Even kijken. Ja, ik kan ook gewoon een zuurstok worden. Dat kan... Nee. Nee, we hebben een echt scary. Scary, ja. Ik heb niet echt enge skins. Wacht, misschien als ik zo doe. En dan... Oké. En normaal heb je ook maar een bepaalde tijd. Ja, ik ben nog even echt aan het zoeken, hoor. Oh mijn god, ben je nou letterlijk de default dance aan het doen? Nee. Wees! Wat? Ik hoor die... Oh, deze is wel scary, hè? Oké. Oké, nog een backbling. Ja, met je backbling is ook wel logisch. Die moet ook wel gewoon. Oh ja, mag eigenlijk bijna nooit de backbling of de dingen zijn die erbij horen. Dus de, je weet wat ik daarmee bedoel. Dus de dingen zijn die erbij horen. Moet gewoon matchend zijn. Ja, oké. En dat is gewoon vet. Ja, behalve bijvoorbeeld bij Predator, die kan bijna geen andere pickaxe hebben. Ja, dat boeit niks. Goed, dat is niet scary. What the fuck? Hoezo heb ik opeens deze aan? Ik had een andere aan gedaan. Broeder, ik had een andere aan. Ga ik hem ook wel even mijn ja, ik heb nu, Hij is nu aan. Dan ga ik even mijn scary skin dan ook, ja? Ik heb nu aan. Oké, wacht even, dan moet ik er even uitkomen. Ik kom even uit de kast. Vaak, hè? Dit is ook een beetje... Oh! Dit is ook een beetje mijn scary skin, een beetje. Oké. Noem een thema voor mij. Iemand nodig me uit voor live. Een thema voor jou. Iets waarbij je denkt van zo, daar wil je niet in gevechten. Nou oké, misschien is het een beetje overal. Nou mensen, join allemaal gerust live. En ja, het liefst natuurlijk de creative. Iedereen is toegestaan om mee te doen. Maakt niet uit wat. Je moet natuurlijk wel skins hebben, dat is wel logisch. Ja, dat natuurlijk wel. Ja. Oh shit, Sherlock Holmes, iets dan hè. Doe even mijn main skin aan, even kijken. Ja, dit vind ik wel een leuke main skin. En, ja, dit vind ik wel een leuke. Nee, trouwens, wat de fuck. Ja, dus, kijk, bijvoorbeeld dat als iemand zegt van een eentje of zo, dan doe je gewoon dat aan bijvoorbeeld. En dan... Nee. Maar die ene kijken die er is, doe gerust mee. Oké, ja, nee, daar wil je niet tegen vechten. Kijk mij dan, bro. Oké. Jouw thema is dierlijk. Oké, even... Jungle, dierlijk-achtig. Jungle, oké. Okay. Voor de mensen die... mensen die niet weten wat wij nu doen... we doen gewoon fashion show, laat maar zeggen. Yeah. En, ja, weet je, we doen het niet met elkaar omdat er nog niemand is. Trouwens, dus je kan toch gewoon net mijn main skin aan kunnen doen. Daarmee wil je ook eigenlijk niet vechten. Ja, nee, met je main skin wil je niet vechten, nee. Voor de mensen die dan niet weten dat mijn main skin is een Gondor. Wel de Black Gondor. Nou, jongens. Als iemand, zeg maar in de chat als je mijn app wil weten, die ene kijker. Dan Oké, even kijken. Even kijken. De backbling. De backbling past er echt goed bij. Ja, die hamer is een beetje niet. Meer gerechtigheid, maar nog steeds. Ziet er ziek uit. Nice. Nou, voor jou geef ik het thema. Als je me nou jungle geeft, ben ik of een beetje gefuckt, of juist niet.
Nou, ik doe ook gewoon jungle dan. Fuck. Maar laat gerust in de chat weten of je mee wil doen. Nou zit je me gewoon op te fokken, jij. Ja. Oh, eerlijk, deze backbling past er goed op, jongen. Alright. Deze heeft dan wel twee skins. Oeh, prettig. Dus is dit? Ja. En daarna? Ja, die tentjes. Oh ja. Oh, maar I like. Ja, die pickaxe. Dat is er meer. Nee, ja, ik kan bijna... Oké, wacht even. Ik ga wel even kijken voor een passende pickaxe. Ja, ondertussen als jij bezig bent, ga ik even naar de wc. Dus ik ben zo weer terug. Jij bestuurt de live nu, laat me zeggen. Dus ja. Alleen, je bestuurt alleen de live eigenlijk van de PlayStation. Niet van de normale. Oké, okay. Mensen. Ik ben zo weer terug. Ben aardig, motherfuckers. Oh ja, deze past ook goed bij deze pickaxe. Alright, ja, deze past bij. 100%. Even kijken. Kijk dan, jongen. Wat is dit, Jessica? Vieze slot. Deze past er goed bij, toch? Ben er weer. Oké, okay, Luca, ik heb nou een beetje dat er op lijkt, maar het zijn niet hetzelfde. Hoe joh? Een beetje net zoals die wristbands van ja, de Predator. Ja, deze past er echt heel goed bij, bro. Oké, okay, doe maar het even voor mij dan. Alright, even denken. Oh ja, het is wel, vanaf nu is dat zo. Het is... Oh, wat? Ik kan nog ombreken. Ja, boeien. Het is wel zo, als ik het niet goed... Als een van ons het niet goed vindt, dan moet je gewoon... Mappen. Ho! Dan ben ik 5 levens. Oké, schattig. Dan moet je gewoon mappen. Nou, ik dacht het voor mij. Jij wordt die. Ja, boeien. Oké, nou. Doe maar het thema. Ja, schattig. Oh. Je moet zo schattig zijn. Oh, wauw. En dan wacht, dit was mijn hokje. Yeah! Dit is mijn hokje. En dan wacht. Bij mijn hokje. Ja, dit is inderdaad mijn hokje, omdat ik hier heb gebouwd om hier op te komen net. Ja. Ik ben een vieze smerlap. Oh ja, niks van nu hoort erbij. Alleen lijkt er alsof het allemaal bij hoort, maar dat is niet zo. Ben er weer. Oké, okay, eerlijk is eerlijk, ik vind hem niet echt schattig. Meer om je woordjes dus. Nee! Alright. Oké, wacht, we hebben dan wel 10 rondes. Dus dan moeten we uiteindelijk gewoon... Yo, Ruben, wil je meedoen met deze ding? Ruben! Maatje. Hij hoort je niet. Oké, dan zeg even dat ik heb gezegd Ruben, maatje. Hey, er is nog iemand en die zegt Ruben, maatje. Ken je ik ga even mijn opladen pakken, ik ben zo weer terug. Wat? Ik ga even mijn opladen pakken, ben zo weer terug. Uit. Doe de vogel, doe de vogel, sla je armen in de lucht en ga van Ja. Ik ga nu even naar boven naar mijn opladen. Dus de normale stream hoort mij nu niet, of ja, de TikTok stream. Want ik moet ook mijn telefoon aan laden leggen, want ik wil niet dat mijn telefoon midden in zo'n versie zo uitvalt natuurlijk. Dit is mijn hokje die ik de vorige keer wil gebruiken. Hey, mag ik doe pas een thema. Oh ja, elkaar gewoon even niet killen. Ik doe even een thema voor jou. Ik heb een thema voor jou, een beetje waarvan je denkt van, what the fuck is dit? Dus gay. Eigenlijk. Gay.
Ja, een beetje gay. Ik moet een gay skin. Ja, een beetje waarvan je denkt van what the fuck. Hey, yo Ruben, wil je meedoen met fashion show? Ja, dit is best wel gay hoor. Als je dat wil, mag dat. Oh, dit is zo weird. Als je wil doen met de fashion show, dan mag het gerust. Oh, dit is zo weird. Doe de vogels, Ik heb letterlijk gewoon een regenboog umbrella als glider. Oh ja, glider telt niet mee trouwens. Oké. Ik ben eruit. Ja. Oké, dit is niet echt gay. Ah, nee, nee! Oké, nee, we slachten elkaar niet. Maar oké, doe maar een thema voor mij. Waar ben je eigenlijk vervolgd, JD, zeg cool. Doe maar een thema voor mij. Ja. Waarvan je denkt vervolgd, dit is echt cool. Maar. Je mag niet... Je mainskin doen. Ik heb niet echt een mainskin. De skin die je het vaakst gebruikt, mag niet. Ik doe... Nou, dat is niet echt een skin waarvan je denkt van, wat dit, die is vet. Dat is namelijk de... De Gingerbread Raider. Gingerbread Man? Oh, die. Ik kan gewoon bij jou mijn outfit changen. Ik ben een vogel. Kijken. Trouwens, wij zitten nou weer bij elkaar in het team, volgens mij. Ja, boeien. Yo, ben klaar. Ik heb mijn zwart hier al doen. Wacht even. Blijf staan. Je mag me trouwens niet killen. Want anders dan in de game. Dat is niet chill. Ja, wacht even. Dit zou jouw main skin moeten zijn, jongen. Ja, sorry. Kunnen niet hamburgers? Nee, ik ben nog bij de winkel geweest. Mama komt niet thuis. Mama Mia blijft bij oma. Ah. Maar die komt ook niet zo lekker. Oh. Dat is vanmorgen. Dus, kijk, ik ben trouwens wel live. Ik ben trouwens wel live op YouTube en op TikTok. We doen vandaag lekker potjes, is het goed? Yo, is goed. Hey, mensen die kijken, als je weten wil doen met de fashion show, doe gerust mee. Oké, nou, meest voor jou een thema. Jongens, laat een thema achter wat ik moet kiezen, want ik weet het echt niet. Ik denk dat jouw skin, jouw main skin moet worden, deze skin. Dit is zo vet van jou. Nou, ik vind hem niet echt heel vet. Wat? Ja, ik vind hem wel live, maar... Ik heb nog wel een lijper, volgens mij. Ga ik even kijken. Je lult tot het goede bakkers kapot maakt, gewoon. Ik heb nog wel een lijper skin, die doe ik nu van. Yo, ik heb hem aan. Ik vond die andere dan iets lijper. Oh. Nou jongens, laat maar even achter in de chat. Zo, iemand is lekker likes aan het sturen. Larsie, ga dan mee door, dat is zeker. Hé, maar laat even weten wat voor thema ik moet kiezen, want ik weet echt niet wat voor thema ik moet kiezen. Hey, en als iemand mee wil doen, laat het gerust weten. Je mag altijd meedoen. Nou, waar is mensen? Sorry, Lars, je stuurt alleen maar likes. Even shout-out naar hem, man. Hij stuurt echt alleen maar likes. Je hebt gewoon al 90 likes gestuurd, joh. 105. Echt shout-out naar hem. Zolang het maar geen space is, dan zit ik goed. Oké. Oei. Ja, trouwens, space kan eigenlijk ook wel. Doe maar space dan. Oké. Dat is wel een goed idee, joh.
zo'n 267 likes, joh. Hey, als jullie mee willen doen, doe gerust mee. Het is fashion show, dus je mag altijd meedoen. Want we hebben nu maar twee mensen. Dat ben ik en een vriend van mij. Ik ben trouwens ook live op YouTube. Hey, deze past er eigenlijk wel goed bij. En volgens mij kan hij hier geen backbling op. Pa, backbling kan hij niet op. Waarom ziet hij er eigenlijk best wel cool uit? Oh, ja. Weet je, laten wij voor nu gewoon doen dat een van ons onze beurt een thema kiest. En dat we dan allebei, laat maar zeggen, iets aandoen. Space was het toch? Ja, dan doe ik ook even iets van Space aan. Trouwens, even een klein ding. Ja. Mijn karakter vermoordt eigenlijk spacebeesten. Of mag dat? Trouwens, nee, wacht. Nee. Oké, ja, ik heb het voor nu wel. Ik nog niet. Hallo? Nee, dat ding werkt toch niet mee? Oh. Ah. Nou, ik sta klaar. Hé, ik had toch een andere pickaxe? What the fuck? Yep. Let's go. Oké, van die space pickaxe die ik heb, is best wel sick. Oh, space pickaxe, wacht, ga ik ook even kijken. Oeh, ja, die past er goed bij. Oké, dan doe ik ook nog eens die. Even wacht hoor. Moest space zijn. Dit is space. Deze komt uit de ruimte. Oké, wacht. Dit was van de Battle Pass. Oh ja, ik zie het nou. Het is een astronaut. Ja. Ik zie het. Alleen, er was ook een andere versie hiervan, maar die heb ik niet. Dus wat vind je ook van die van mij? Even kijken hoor. Hé, we hebben dezelfde pickaxe, ja. Ja. Die backbling is wel... Die matcht niet echt heel erg. Die backbling... Kijk, ik kan je niet slaan. Die backbling matcht niet echt heel erg. Ja, niet echt, ja. Oké, nou noem jij maar het thema. Ja, ik heb letterlijk Mandalorian en een cosmic shit. Oké, even kijken, een thema. Oké, even kijken. Wacht, mag ik dan even kijken in mijn outfit locker? Ja. Oké. Oeh, wacht, misschien mag ik zo. Ochtendeten! Wat? Niet zomer eten? Ochtendeten! Wat bedoel je daarmee? Gewoon ochtendeten, precies zoals ik het zeg. Gewoon ochtendeten, wat je in de ochtend kan eten. Oké. I like. Let me go, you that's what I like. Oké, dan vat ik niet deze pickaxe. Dan doe ik... Ik heb al niet echt iets van... deze past dan hier bij ofzo. Mijn pickaxe, dat wordt dan een beetje... Nou, deze kan ik ook wel. Ik ben klaar. Ik nog niet. Ik moet nog heel even... Een mooie backbling. Ik heb al niet echt een beetje een pickaxe of zo hier. Laten we gewoon afspreken dat je gewoon wel bij sommige... Wauw. Hé, maar die mocht niet. Nee, maar ik wou net zeggen, laten we gewoon afspreken dat we gewoon... hoe heet dat? Dat we gewoon dingen mogen doen. Dus dat we gewoon pickaxe mogen doen die erbij horen. Alleen geen backblings. Oké, geen backblings, pickaxe mag wel. Nu kies jij erheen. Nou, een momentje. Iets lekkers om te eten bij... gewoon iets lekkers om te eten. Wat je heel erg lekker vindt. En dan de skin. Ja, maar dan vat jij weer een ijsje. En ik heb... Ja, dan vat ik toch weer pannenkoek of zo. Klein momentje. Iemand die stuurt... Ik vind pannenkoeken wel. Lekker, gewoon heerlijk. Gewoon... Mm.
Dit was ooit mijn main skin geweest. Oh. Maar jij valt sowieso weer het ijsje, dat weet ik bijna zeker. Nou, volgens mij heb je het fout. Oh, zuurstok. Ja, ik vind pannenkoek gewoon lekker, dus ja. Maar ik vind zuurstokken gewoon lekker. En pizza ook, dus dan en pizza. Ook, zeker, pizza is ook heel lekker. Hoor je ook een stukje? Wel lekker. Krijg je niet. Nee. Ik heb al een eentje. Maar wacht, was jouw pickaxe? Oh, nice man. En backlink? Oh ja, backlink past ook. Ook zuurstokjes. Met een koekje. En koekje. Oké, doe jij maar thema. Thema, even kijken hoor. Hiermee kan ik je zo wat oppokken. Oké. Reptielen. Kut. Ik kan niet zo veel mee. Ja, ik heb niet echt een reptiel. Of jij trouwens? Ik wel. Nee, dat is geen reptiel, nee. Goed. Een pickaxe. Een pickaxe. Pickaxe. Is niet al Luca, je bent gewoon een pickaxe. You are a pickaxe. Ah, ben je al een beetje klaar? Ja, ik heb geen één reptiel, dus ja. Ik wel. Dus dan gaat het een beetje onmogelijk. Maar ik heb maar gewoon iets gedaan. Ja, oké, die van jou is wel echt vetter. Oké, laat me even die van jou zien. Zo, het is iets van een mens robot droid achtig. En wat is deze pickaxe? Is toch wel een zieke pickaxe? Het is wel een zieke pickaxe, daar kan ik je oké even wachten. What the fuck, 500 likes! Iemand loopt ziek uit likes te spammen. Larsie, je bent echt een legend. Oké, maar. Hey, laat weten of jullie mee willen doen. Laat elkaar cijfers geven. Oké, ik geef die van jou wel echt een 8. Thanks, ik geef die van jou een 3. Okay. Ja, oké, boeien. Nou, ik doe even het thema. Okay. Nou gaat hij weer een of andere kut thema van. Ja, ridder. Ridder? Ridder? Ja, ik kan of deze doen, of deze. Moet ook een meisjesridder zijn? Ja, waarom niet? Ik heb twee meisjesridders, dat zijn de enigste die ik heb. Weet je waarschijnlijk... Wow, je gaat waarschijnlijk die niet nooit doen of zo. Waarschijnlijk heb jij... Ja, jij hebt waarschijnlijk... Ik weet niet waarom, maar jij hebt waarschijnlijk die Eternal Knight of zo. Eternal Knight? Ik heb geen enkele Knight. Ik zit hier allemaal wat bij elkaar. Oh, nou, dan ga ik deze zo doen. Ik heb er twee. Wacht, ik heb misschien wel. Is een Oer Knight ook wel goed? Ja, boeit me niks als het maar een Knight is. Als het maar gewoon een redder. Het is een beetje een Oer Knight, niet echt een Knight Knight. Ja, als het maar gewoon een redder lijkt. Het is wel een beetje een ridder, ja. Als het er maar gewoon op lijkt, dan vind ik het helemaal prima. En oh ja, trouwens, deze backbling lijkt heel erg alsof die van dit mens is. Is niet. Even kijken, wat ga ik dan daarmee doen? Trouwens, ja, dat kan ook gewoon. Als het een oerridder is. Ja, dat kan wel. Mijn heldin slaat met een stok. Nou, ik ben klaar. Hé, wat is dit? Ik nog niet. Niet kijken. Go away. Don't. Oh, wacht, mijn backbling. Die past echt niet bij. Ja, ik ben aan het twijfelen. Chat, zou ik gewoon deze doen? Of zou ik deze? Oh ja, wacht, ja, ik doe... Nou, dat is niet echt uit de riddertijd. Ja, nee, wacht. Eerlijk, dit ziet er nog best wel uit als een knight, hoor. Dit ziet er best wel uit als een knight. Hey, 1k likes heb ik. Hey, lekker. Alright, ik ben er klaar voor om terug te gaan. Kook. En het lijkt echt op een knight. Oh nee, wacht, ik nog niet. Ja, toch. Ik ben een beetje zo'n bosridder. Ja, ik ook.
Wacht, mijn backbling is weg. Oké, pas op snel aan. Oké. Als mijn backbling nou niet werkt, hè, mijn backbling werkt gewoon niet. Maar niet hoor. Normaal zou ik een rode cape hebben. Die is ziek. Nice. Wat geef je die van mij? Oké, Arjen. Even wachten, die backbling daar achterop vind ik een klein beetje minder. Nou, het is toch een ridder die verslaat allemaal dieren en dat soort dingen. Ja, maar het is echt gewoon een beetje een wit-zwarte ridder met dan ineens een bruine skull. Ja, ik had niet echt iets meer. Dit is trouwens level 100 skin bij Battle Pass, bij een Battle Pass. Oh, trouwens, wacht, pickaxe mag wel zo! Wacht even, ja, dan zit je in de hoekgaatjes. 1k likes. Nou jongens, laat even achter of jullie mee willen doen in de chat. Want ik heb wel wat mensen nodig, want we zijn er met z'n tweeën. Met z'n allen is Versus Show natuurlijk veel leuker. En dan, nu doen we ons de beurt kiezen, maar zodra de mensen meedoen, kies ik een thema. Of hij kiest een thema. En dan, ja, dan kunnen jullie... Oh joh, ga ik hem zetten. Dan kunnen jullie gewoon thema achterlaten en dat soort dingen. Oké, nou, doe jij maar dan thema. Luca, wat geef jij mij als cijfer? 8. Ja! En jij mij? 7,5. Oké. Volgende thema is winter. Oh, easy. Niet kerst, winter. Ja, easy pick. Easy pick. Ik heb ook een pick. Goed. Oh ja, de backbling die ik aan heb, die hoort er trouwens niet bij. Alleen pickaxe mochten we die erbij horen. Alleen de backbling hoort er niet bij. Ja, dit lijkt wel op. Ik ben een beetje bergbeklimmer-achtig. Bergbeklimmende Piri, al in mijn rugzak werkt de hele tijd niet. Maar die skin is ziek. Oh, het lijkt echt alsof... Wacht even. Die backbling is wel van die, toch? Nee. Ik zie dezelfde camera op. Camouflage. Staat er verschil? Ja, maar ik kreeg hem er niet bij. Die kon je apart erbij kopen. En dat heb ik gedaan. Ja, maar dat betekent wel dat het van die skin is, maar die heb je gewoon niet bijgekregen. Ja. Maar het is wel van die skin, eigenlijk. Ja, oké, boeien. Laten we gewoon dan doen... En backlinkje. Ja, dat is wel een beetje een ja, boeien. Oké, eerst ga ik nu even die van jou. William pickaxe is wel echt lijp. Een schaatsen naar laag. Mijn backbling is wel... Je hebt geen backbling? Nee, ja, die heb ik eigenlijk wel. Ik heb namelijk zo'n blauwe bergbeklimmers backpack. Ah, mijn backpack glitcht nou de hele tijd. Dat was net ook, ik heb die van jou een 6. Een 6,5. En jij? Ja, we hadden eerst als regel niets aan de backpack, dus ik geef jou ook een 6,5. Oké. Kin is nu met jou. Even kijken hoor. Echt een boss. Dus een boss waarvan je denkt van... Ja, dit is de baas van iedereen. Hier krijg je niet tegenop. Hier ga je geen strijd van winnen. Een boss? Daar weet je denk ik al wel iets van. Ja, ik ook. Het mag... Alles zou boss zijn, toch? Boss. Ja. Weer mijn backbling glitcht en echt de... Ballen. Ja, ik heb die inderdaad. Doe dan ook even die backbling. Oké, Luca, hij doet heet en niet mijn backbling. Welke backbling ik eigenlijk had, was die in de skull van Predator. Oké. De ene grote, ja. Moet je maar gewoon verbeelden. Ja.
Ben klaar. Oh, wacht, wacht, wacht. Dit is meer een jungle boss. Die doet even... Ik ben klaar. Ik ook. Is jouw Blackburn er ook bij de glitch? Nee, ik heb geen Blackburn. Oh. Oh, ik was met mijn been, jongen. Je exchange. Waarom mensen, als jullie mee willen doen? Wil je een roos hebben? Ja, waarom? Oh, even wachten, meis. Ja, waarom zou ik geen roos willen hebben? Ik zou wel een roosje willen, hoor. Oh, William, thanks! Wat? Iemand heeft me een roos gegeven! Bro, iemand heeft me gewoon een roos gegeven, William. Thanks, man. Legend. Dat is echt een legend, die follow back easy. Hey, follow back. There's a hole in follow, the wall follow big, and follow big easy. Wil je misschien meedoen of zo? Echt waarom, bro? Nou. Ja. Echt. Oh, nee. Sterf. Nee, sterf zelf. Ja, laat gewoon zo zitten, joh. Oh, nog een roos! Thanks man, legend. Jij bent echt een legend man. Nee, ik zit in de auto. Ah. Oké, Mees, wat is jouw thema? Oh ja, ik geef jou trouwens een. Ik geef jou een 6. Of ik geef een 6. Ik geef jou een 7 pick. Hey, geef je ook wel een 7. Follow back easy. Je zit nu natuurlijk in de auto. En om iets te doen, laat jij ons een thema achter wat wij aan moeten doen. Qua skins. Iemand die iets kan tellen. Oh, je geeft nog een roos. Wojo. Nog één. Thanks, man. Je bent echt een legend. Luca, iemand die iets kan tellen. Nee, maar hij gaat even waarschijnlijk een... Oh, shit. Hij heeft al 4 roos gestuurd, hè. What the fuck. Hij is echt een legend. Ja, weet je wat echt een keer episch was? Legend, man. Er was volgens mij iets van... Sien en Stef. Die kregen echt... toen ik erbij was, kregen ja. Hun echt... Wow, ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ook, ja, een keer. Hey, bro, wat moeten we aandoen? Want we hebben niet echt iets om te kiezen. Wat moeten wij voor thema doen? Laat even weten. Laat even weten. Maar hij is wel een beetje fan van jou. Ja, ja. Stuur dick pics, dick pics! Makkel voor zaten! Nee. There's a hole in the wall, it's a dirty pick for all. Nog een roos, wojo, echt bedankt man. Nog één, nog één! 5 rozen! Wojo! Thanks man! Hij heeft al 9 rozen gestuurd, pik! Dit is echt een legend. Iedereen volg hem even. Dit is echt een legend. Hij geeft gewoon roze, rozen mensen aan mensen zitten mij. Bij jou in de stream. 5 maar ja boeien. Nog een 5. Roos! Nog een roos! Er zit alleen maar roos, hè? Hey bro, even by the way. Rozen zijn geld. Rozen zijn niet echt geld. Het is gewoon TikTok geld. Ja, maar als je je bankpas eraan koppelt, dan heb je geld. Ik weet wel dat je dan nog... Nog een roos. Dingen, 11 rozen, dat je bro. Dingen misschien moet gaan betalen. Oké, okay. Ja, boeien. Nee! Hey, Mees, kom even. Oké, okay, wat voor thema doe jij? Mees. Kom even. Mees, wat is jouw thema? Halloween. Halloween, ah. Vies dikke naaktzak. En maar echt bedankt voor de roze man. Je bent echt een legend. Ja, echt wel gewoon bedankt, jongen. Bedankt. Echt wel. Holy shit. Je hebt me wel echt geholpen, jongen. Woorden. Ja. 21 rozen! En hij heeft een gamepad gestuurd. Geen roos, maar een gamepad of zo. Wojo bro, bedankt. Bedankt. Wordt gewoon dus echt helemaal emotioneel hier, hoor. Nog een roos, wojo. Luca gaat daar gewoon... Nee, maar bro, dat is toch vet? Oh, waarom laat het ding zo lang? Het ding laat echt 3 jaar.
Doet hij bij mij nou? Echt dikke shout-out naar hem. Iedereen volgen me. Follow back easy. Even shout-out naar hem. Nee. 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 Wat hoor ik? Ik hoor muziek. Ja, ik ook. Wie is dat? Woeps. Error. Ja? Even eruit. What the fuck? Ik hoor gewoon muziek. Iemand zit hier een parcours te doen. Op mijn beeld. Hier, wacht. Ik stuur wel lekker zijn foto, ja? Ja, what the fuck gebeurt hier? Even een filmpje jongens en meisjes, hier. Ik laat wel even zien... Is muziek, jongens. Dan kan ik misschien de volgende keer nog iets. Ja, echt, man, bedankt, man. Wat is dit, jij bent echt een legend. Ja, bro, ik hoor allemaal muziek. Is dit misschien niet van een nieuwe trailer, wat ik zie? Oh, nee, wacht, dit is iets in creative, wat je kan doen. Alleen, dit is gewoon echt enorm geglitcht. Laten we gewoon verder met de fashion show. Doei, yo, doei, man. Succes op de plek waar je naartoe gaat. Hier, wacht even. Ik heb heel even naar jou toe gestuurd wat ik nou in mijn beeldscherm zie. Ik zie het ook. Stuur even die video dan. Of de filmpje. Heb ik. Nou, is hij bezig. Oké. You are a scaroy. Even kijken. Is dit niet iets van een concert? Is dit, maat? Ik zie namelijk een ziek groot gebouw. En daar zit iemand te dansen. The fuck? Hey jongens, doe even allemaal gerust mee met de fashion show. Dat is alleen maar leuk. Ik heb hem even maar uitgezet. Ik heb een klein beetje... kringelig. Rekening met jullie. Kom even mee. Oké, noem het volgende op. Iemand die iets kan temmen. Oké, iemand die iets kan temmen. Oké. Maar blijf maar laden, ik wil de skin aan doen. Ik ook. Wat is dit? Ik kan geen andere skin. Ik ook niet, is het gay, hè? Wee, was nog een roos gestuurd. Nog één. Hij heeft 7 rozen, 8 rozen. Wee, bedankt, man. Wie? Die ene guy weer. 32 rozen al. Ja, hij moest gaan, ja. Maar ach, oh bro, bedankt man. Oh, nu heb ik hem aan. Pas net 8 jaar. Ik kan niks aan. Zo'n rozen, dat is gewoon chill, weet je. Het is gewoon fijn als iemand op je deur weet of hier wie me geeft. Oké, ik heb op zich wel... De gast! Ik heb mijn backbling gevonden. En hij zit niet op mijn rug. Wat? Waar? Dan moet je maar eens even komen kijken zo. Ik zit wel echt als een gek op je deur te kloppen hier, hoor. Wat? Ik had deze skin helemaal niet aan. Hier, kijk hè. Kijk daaronder bij mijn voeten. What the fuck? Ja! Je kan hem zien! Oh nee! Ja, ik had deze aan. Kijk hè. Oh, die is nice. Maar ik ga gewoon heel even mijn basic skin aan doen, omdat dit Oké, weet je mees? Er komt zo nog iemand van mijn vrienden. Thies Bordeaux. Die komt zo even. Thies? Ja, en... Nee, naar jouw huis of wat? Nee, maar die gaat mee naar het fashion show. Fuck Thies. Nee. Nee, grapje. Gas, gewoon grapje. What the fuck? Oh. Hey bro, ik was aan het bouwen. Ik ook.
Wee! Ah, gast. Hond. Nee. Ja! Oh, hoe epic. Ah! Nee, bro, ik niet doen. Dit is zo geniaal. Wij zullen niet doen. Wacht. Haal die eens even weg en zie hoe episch die eruit ziet. Even niet doen. Meis, even niet doen. Wacht, laat me even zien. Ik wil jou iets laten zien hoe episch dit eruit ziet. Kijk, hè. Gloep. Oké, dan weer. En dan weer. Gloep. We are the champion. I like sucking balls. Nee. Ik ben een mol. Dit is wat ik doe. Oké, Mees, ik noem even een thema. Chinezen. Je beste eigen combo. Dus het mag niet. Nu mag het dus niet van hetzelfde zijn dus van de skin zelf. Maar gewoon een combo. Dat is mijn main skin. Oké, mijne dus ook. Dat is gewoon je beste combo. Je had geen main skin, dat zei je. Nou, ik heb een beetje de main skin die ik vaak aandoe. Nou, dan is mijn main skin. Ja, dus eens dieke katana past wel een beetje bij je een hele mooie. Wacht even. Mijn backbling spant weer niet in, maar wel op mijn voeten. Dus daar kan ik even niks aan doen. Mijn normale backbling is dus hier in de cape. Daar springers? Heb ik dit hier. Springers? Oh ja, die ja. En dan deze katana. Ik heb deze skin met deze pickaxe gewoon en met deze backbling. Wat een geschil. Nou mensen, als jullie mee willen doen met fashion show, laat het gerust even weten. Nee, ik kap even met de vloer slopen. Doe het niet, ik sloop mijn plafond. Woensdag, god op! Nee, dat is die. Zakbalpuur. Hey, ik ben nu trouwens ook live. Hey, man, ik ben nu Ties. Ik ben nu trouwens ook. Nee, kap even. Ties, ik ben nu trouwens ook live op TikTok en op YouTube. Alleen iemand stuurde mij net 32 rozen. Live op TikTok. Hoe heet je op TikTok? Dus Carspotter. Lucas Piemel. Lucas Piemel afbeeldingen. Lucas Dickpics. Lucas. Hoe heet hij nou? Lucas Dutch Car Spotter. 2009. Ben jij in 2009 geboren? Ja. Ik 2008. Piemel. Ik heb je moeder verkracht. Hé, hey, ik kom van 2008. Ik heb jouw moeder in de kont verkracht. Die lijkt nog best wel ver achter. Dat boeit niks. Maar zo. Ik heb net gewoon roosjes. Gaan jullie er nou uit of in? We gaan eruit. Uit, en daarna weer in, en daarna weer uit, en daarna weer in.
En dan gaat hij erin en eruit, erin en eruit, erin en eruit, erin en eruit. Hé, maar jongens, je weet hoe een fashion show werkt, hè? Ik kies dus gewoon iedere keer de squad. Ik heb het zelf een keer gedaan. Ja, kom even ready. Ik kies gewoon iedere keer het thema voor jullie. Jullie moeten iedere keer een andere skin. Ik hoor het dubbel allemaal. Ik zit nog niet live te kijken. Ik ben de witte. Doe dan het geluid uit. Ja man, jij bent de witte man. Ja man. Hey, Longe Sheesh. Als je mee wil doen, mag het gerust hoor. Want we willen juist meer mensen die meedoen met die fashion show. Want dan kunnen we. Dan wachten we even in de lobby als je mee wil doen. We willen juist meer mensen. Ik ben even uit de live gegaan. Ik ga een keer een Facebook deal doen. Wacht, ik moet even een skin kiezen. Ben jij die Longe Sheesh? Ja. Wauw. Ik wil die taco skin. Hij zit niet online. Ja, nee, dat zag ik. Maar er staan twee mensen in de lobby. Dus wie de hel zit hij te spelen? Oké, nou laten we ready gaan, jongens. En dan kies. Ik ben nog mijn combo aan het kiezen. Oké, ja, ik kies gewoon een thema dan en dan moeten jullie daarvan iets maken. Wat kies jij nou in één keer wat wij het aanzetten van? Ja, voor de stream, gek. Ja, ze zijn jouw skin nog lelijker. Ja, boeien. Ik heb dit dansje net gekocht. Die heb ik ook. Voor meisjes. Vind je mijn skin lelijk? Nee, ik vind die vet. Ik heb dat dansje ook. Het was ook een grapje. Ik zei eerst tegen jouw skin dat die zo lelijk is, maar dat vind ik niet. Ik vind die skin vet. Ik heb dat dansje ook, Ties, die jij nu hebt. Alleen ik ben er van het zoeken. Kut. Ja, jongen, ik hoor de hele tijd zo'n muziekje. Straks wordt er in één keer zo'n TikTok ding aan jou. In de live loopt alles achter. Ja, dat moet niks. Oké, nou. Wat? Iemand stuurt weer rozen! 9 rozen! Word je ook bedankt, man. Bedankt, man. 41 rozen heeft hij inmiddels al gestuurd. Waarom zit er vast in de lucht? Ja, ik zie jou daar ook niet. Waarom zit dat? Ja, ik zit helemaal in een hoekje. Wat? Fuckabees! Oh, dan ben jij Luca. Hi Luca. Hi. Oké, nou jongens, ik ga in het midden staan. Iedereen kies eventjes een hockey. Ik hier. Moet iedereen in een hockey gaan? Ben jij de leider of zo? Ja. Oké. Oh, zo'n fashion show. Ja. Wacht, maar moeten we dan niet heel even uit alle... Even tien... Oh. Huh? Ties, nu moet ik jou verkillen. Ties, nu moet ik jou verkillen, want anders, ja. Anders doe ik meestal niet mee, want je respawn niet. Zijn we maar met z'n drieën, daar is toch helemaal niks aan? Oh! Nee, maar er wil bijna niemand mee joinen. Oh, iemand heeft dat donut gestuurd, voor jou. Wow, bedankt man. Ik heb al... Ja, boeien. Was Roos eigenlijk waard? Ook één, toch? We staan met steeds gelijk, het boeit niet. Je kan ook helemaal geen win blijkbaar halen. Nee, maar jongens, oké, iedereen pak een hockey. Ja, man. Hey. Ja, man. Iedereen pak even een hockey. Jammin. Jongen, als iemand mee wil doen, laat weten. Let it go. Let it die. Nou, wat? Ik ben opeens dood. Ik ook. Nou jongens, kies eventjes een hockey. Ik ben erg goed in hockeys vinden. Het eerste thema is... hoe heet het? Het eerste thema is gewoon... eten. Dus je moet iets eten? Doen. Wat met eten? Ik heb helemaal niks van eten. Jij kiest gewoon iets wat... Ik is wel heeft en ik niet. Nee, ik kies gewoon iets. Nee. Oké, dan doe ik... Nee.
Omdat jij geen eten hebt? Ik heb wel die gumbo en... Ja, maar je moet juist niet vertellen, je moet niks vertellen. En gewoon degene, dan moet je dan bij mij gewoon blijven komen staan. En degene die de beste heeft, die wint dan. En dan iedere keer... Wacht, laten we gewoon even om Luca heen staan. En dan zodra we dan weer een skin moeten veranderen, gaan we gewoon in dit hokje in het midden. Ja, maar, dat is makkelijker, want anders moeten we de hele tijd op en neer zo. Ja. Ik ben al mijn combi aan het kiezen. Wil je nog roze? Ja, niet zo lang roze, man. Shit. Oh ja, niet op elkaar mappen trouwens. Kijk man, in mijn grote bolle ogen van een banaan. Kijk man, kijk man. Luca, stap uit, kijk man. Hop. Kijk man. Ik ben wel een gaan rennen, maar even dat je het weet. Ik moet poppen. Hey, maar je moet een backbling vinden en al nee, die maar, dingen. Bij Thomas het niet, want bij deze keer gaat dat gewoon niet. Ja, boeien. Gewoon goede backbling zoeken. Ja, het moet om het eerst te dit ijsje, dat ik ook backbling heb, is gewoon eigenlijk perfect. Alleen ik heb niet goede kleuren voor. Want er is Kieke? Een blauwe. Er is een blauwe. Ja, het boeit mij niet. Kieke. Ik sta toch al recht voor. Oké, ja, een taart pickaxe, die is vet. Dat is toch godsamme, ik heb niks anders van eten. Blijf even stilstaan. Ik moet even kijken. Ik vind die van Tiso beter dan die van mij. Ik ben nog niet klaar. Nou, maar je mag niet. Als je draait, dan ben je eruit. Om te zorgen dat je beter hebt. Als je draait, dan ben je eruit. Dan is dat het. Ja, als je draait, dan ben je eruit. Kijk, wat is het volgende wat we moeten? Kijk. Oké, nou, het volgende thema... Ik heb pannenkoek en banaan. Ja, boeit me niet. Het volgende thema is... even denken. Iets wat we allebei hebben, want ik heb niks van ingebreken. Een skin waarbij je denkt van zo, daar wil je niet door gehunt worden. Dus gewoon een hunting skin. Die, waarbij je een mee hunt. Hunting skin? Ja, waarbij je mee hunt. Ik zeg net even na. Dus wat de fuck is hunten? Ja, hunten is iemand aanvallen bijvoorbeeld. Wanneer... Hunten is niet... Dus eigenlijk een sweat skin of wat? Nou... Hunten is jagen. Jagen, ja. Wie de fuck jaagt er de Fortnite? Nee, maar ik bedoel meer gewoon een skin waarmee je bijvoorbeeld gaat jagen. Hè? Gewoon voor fashion show. Niet dat ik ga jagen in Fortnite. Hé, wat is dit? Waarom maak ik er niet uit? Deze telt even niet. Nee. Ik heb helemaal niks aan te jagen. Ik wel. Het zegt letterlijk in de naam. Wat is dat dan voor een bakker thema? Ja. Ik heb ook gewoon letterlijk de naam. Oeh, deze is al klaar. Het zegt letterlijk jager, mijn naam. Mijn naam zegt letterlijk jager. Ik ga er niet winnen, want ik heb er ook gewoon helemaal niks van jagen. Ik kies echt alleen maar dingen die mees heeft. Backbling? Nee, maar ik kies gewoon wat randoms, hè. Oké, mijn pickaxe is lit. Oké, ja. Oei, ja. Oké, ja, ik kies. Ja, oké, nou, dan moet ik alleen nog kijken hoe Ties er zo uitziet. Je snoert me bijna! Ik heb er helemaal niks van jagen, ik kan ik niet winnen. Jawel, kan je wel. Ik kom de dikste in de buurt, maar wie de hel jacht er nou op met een zwaard dan? Dan vraag ik me eens echt af. Yo. Ik vind deze skin best wel vet, ik vind het. Oké, Mace heeft gewonnen, maar ik doe nu een vet thema. Superhelden, alleen, je mag dus niet een gewoon vette superheld, alleen je mag dus... Niet een, bijvoorbeeld, ja, je moet gewoon je eigen superheld maken, waarvan je denkt van zo, dat lijkt wel op een superheld. Ja, jongen, dacht ik eigenlijk al fijn, ik heb meerdere superhelden. Oh, je moet een eigen superheld maken. Dan doen we je naam wel gewoon normaal een superheld. Oké, nou, ik wacht wel even. Die van mij draagt dan wel helemaal masker en shit. Die van mij heeft Ultraman, oké? Oké. Gewoon even de naam beleggen. Die van mij, Nachtsluiper. Geen idee waarom? Nachtsluiper.
Die van mij heeft Marco Borsato. Nee. Wow, hey, hey. Nee, maar dan moet hij eerder... zojuist die? Nee, die van mij heeft Ultraman. Nee, nee, maar hoe noemde je die van mij? Die van jou, die van jou heet. Ja. Hé, hey, iemand kijkt me live. Jij zei naar Pipiman, toch? Pipiman zei hij. Oeh, deze is klaar. Oké, ben benieuwd. Oeh, ja, die vind ik echt wel vet, hoor. Hoe heet die? Ja, ik kan er nooit op als je zegt dat die perfect is. Hij zegt helemaal mini, en hij gaat gewoon lekker zo door de nacht. Ja, kijk, de bedbling, die is wel vet. Alleen, ik vind hem niet echt... Ja, ik match wel, maar... Het is niet echt dat je denkt van zo, een superheld die draagt zo'n mini. Waarom gebruik jij die skin de hele tijd? Dus deed het dezelfde skin, man. Je deed het die zwarte. Oeh, ja, deze is wel echt vet. Een alien skin. Een alien skin met een ja, die, best wel vette speer. Ik doe dit bij mij niet. Alleen daar zit eigenlijk gewoon een bol in. Nou, Sorry. Nou, deze gaat naar Thies. Deze gaat naar Thies. Deze gaat naar Thies. Jij noemde hem toch Pipiman, mijn karakter. Jij noemde hem net voor de grap Pipiman. Maar ik kan die van jou dus niet zien. Die bij mij is die de hele tijd die hele Pipiman. Oké, het volgende thema is een normale superheld. Ik ga ook meedoen met dit thema. Oké, dan ben ik al klaar. Ik ga deze kiezen. Dan heb ik niks. Ik heb niks. Ja, dit is een slechterik. Dit is geen superheld. Ja, slechterik mag ook. Slechterik mag ook? Ja, dat mag ook gewoon. Deze, want deze heb ik best wel lang moeten grinden. Ja, dit is eigenlijk een beetje de superheld in de film. Denk ik. Je mag ook gewoon een slechterik. Superheld of slechterik. Ja. Ik zit in alles. Zo. Deze skin die heeft niet veel voor alleen op de eind. Link weg, jongen. Mijn bedding! Oké, let's see. Dit is de enigste pickers die erbij past. Oeh, ja, deze is wel echt heel lijp. Die backbling match ook wel. Hier heb ik dus hard voor moeten grinden, want dat season waar ik deze voor moest krijgen. Ja, voor nu zou die echt naar jou gaan, maar ik weet nog niet wat Mace heeft. Dat moet Mace wel met iets heel goeds aankomen. Ik kan die Mace niet zien, dus ik weet niet of die naar Mace gaat of niet. Dit was wel de skin die in de lobby aan was voor mij. Je hebt Carnage, Wolddale, deze gaat sowieso naar... Natuurlijk gaat hij naar me. Nee, gaat naar Thies. Sowieso, dat zou ik ook hebben gekozen. Ja, gewoon. Vinden jullie Carnage zo vet? Zijn jullie iemand heeft weer... Bro, iemand heeft weer Roze gestuurd. What the fuck? Hey, jullie vinden wel dat het naar me... dat het naar Thies gaat. Daar hebben we echt... Holy shit. Chat. Nee, maar wat vinden jullie zo speciaal aan Carnage dan? Ik vind hem gewoon vet. Hé, hey, maar het volgende thema... Dan moet ik heel even mijn eigen lokken gaan kijken. Ik heb een vraag. Ik heb er eentje die een vraag voor jou. Ridder. Ridder? Ja, oké. Ik heb geen ridderskins. Dan doe ik weer gewoon dezelfde die ik net had. Ja, boeien. Maak gewoon je eigen ridder. Oh, klim, tipspak. Doe zomerthema. Ja, dat ga ik zo ook doen, vriend. Oké, top. Ga ik zo doen. Zomerthema? Zometeen komt zomerthema. Nu even redden, want iemand zegt bij op de livestream op YouTube zegt zomerthema. Dus dat doe ik zo ook even. Goed idee van je, man. Ik heb dus helemaal geen Oké, ridder. Ja, het lijkt... Oeh, dat is ook een goed idee, vriend. Het lijkt niet echt iets op een ridder, maar... Ja, maar ik heb ook geen enkele Rita ridder. Ja, dat boeit niks. Ja, ik heb gewoon iets gekozen wat het meest middeleeuws lijkt. Ja, echt, ja, ik ook. Ik heb verder echt niks anders. Ja, deze gaat een Thies. Holy shit. Haha, trouwens, hier kreeg je nog. Wat doe je? Nou moet opnieuw beginnen. Technisch gezien. Nee, dat is wel victory. Hé, jongens, nu is het een zomerthema. Want iemand zegt het in de chat. Ik heb je ook helemaal niet gehit, denk ik. Mees. Zomerthema? Zomer, ja. Dus gewoon iets met zomer. Wat met zomer heeft te maken. Ik ben alvast op jouw kanaal aan het kijken, eigenlijk. Mooie auto's. Wat is een Audi? Dat zijn zo Audi's. Of, dat is een BMW. Niemand gebruikt deze sound gebruiken. Nee. Jij hebt een video met... Niemand heeft die gebruikt. Oké, zomerthema, jongens. Kom op. Ik ga ook eventjes...
Wat is dat? Ja, jongen, ik moet iets zeggen. Dat was een skin en dat die heet. Dat is zomer. Die heet zomer. Ja, gewoon iets wat bij zomer past. Als je gewoon een vette skin hebt wat een beetje bij zomer past. Waarvan jij denkt bananen, van zo. Bananen horen bij zomer. Bananen horen bij zomer. Ja, ligt er aan welke banaan, vriend. Een bananenboom. Die Polar Peli, die kan er ook best. Maar alleen dat ga ik niet gebruiken. Nee, want dat is ijs. Ja, daarom. Wie eet dan ook geen ijs in de zomer? Hé, geen in de stream. Hierna doe ik je een andere thema, vriend. Deze gaat niet naar mij. Maar deze skin heeft een versie die heet zomer... Oké, nee, mees, jij mag hier niet op. Hé, hey, jij hit mij gewoon. Ja, jij mag hier niet op. Hé, hey, bro, niet doen. Oh, dit was er wel goed. Dan is die weer afgelopen. Ja, jij hit mij ook. Ja, dat ging toch per ongeluk. Is die weer afgelopen? Nee, ik wou dat ding weghalen, want hij plaatst hier zijn ding. Oh, is er iemand wel dood dan? Nee. Nee. Hij vindt het ook gewoon jammer ook. Oh. Jammer. Hoe vinden we dat jammer? Ik heb nooit gezegd dat ik dat jammer vind. Jongetje. Ik ben ouder zo, je kunt me nog geen jongetje noemen. Hé, iemand heeft een panda gestuurd, man. Ja, ook super logisch dat je gewoon letterlijk een panda is ook één, hè? Ja, maar dat is nep, want hij heeft gewoon fucking een plaatje. Zijn profielfoto is dus zo'n gift-ding. Ja, waarschijnlijk is hij een video van zijn eigen account aanmaken. Ja, daarom. Ja, van hem zo. Kijk dan, ik ga iemand een panda sturen. En nu stuurt hij een lolly. Ja, man. Een lolly, die bestaat wel. Maar ik weet wel wanneer ik iemand iets stuurt. Want ik heb gewoon... Ja. Ik heb gewoon ze echt gekregen namelijk. Dit is het dichtst bij wat ik kan komen. Oh, ja, please, ik kom net voor de live dat OB. Is nee, ja, liever niet. Ja, oké, zomer, ja, het is meer... Ja, het is toch weer een ski-skin, toch? Ja. Oh, nou, je bek, man. Dit is Dr. Snow. Nee, ik hou niet mijn bek. Oké, ja, deze gaat naar Mees. Die gaat naar Mees. Oké, winterthema. Winter? Oké. Winterpenis. Mag het ook een beetje kerst? Ja, want dat is winter. In de winter heb je ook kerst. Om de hel komt al de hele tijd lucht van mijn skin af. Lucht? Hey, Clips by Team 39. Heb je nog meer thema's? Winterpenis. Ja, jeansmeets. Tuurlijk kan je meedoen. Maar nou, ik heb ook een leuke winter. Ja, ik wil meedoen, ja. Ah, oh, nice. Ja, ik heb wat ik bij kan komen. Dit is mijn epic. Voeg hem maar in, maak maar een screenshot of zo. Nou, ja, we hebben ook gewoon nog eens dezelfde skinhoek. Een beetje, alleen andere. Ja, dit gaat naar jullie allebei. Dit gaat naar jullie allebei, omdat jullie allebei dezelfde skin hebben. Triertje! Wat triertje? Oké, nou, het volgende thema is voetbal. Voetbal, ja man. Ik heb niks van voetbal, serieus, ik heb niks van voetbal. Ik hoor gewoon niks. Ja, boeien, probeer maar iets te maken, probeer maar gewoon nee, een voetbalskin te maken. Als wij allebei niks van voetbal hebben, waarom kies je dan? Ja, dan ga je gewoon anders. Niks doen. Ja, boeien. Moet ik nu voetbal in de zin maken ofzo? Nee, maar ik bedoel meer iets wat op een voetbalspeler lijkt ofzo. Ja, oké, dan ga ik gewoon defaultskin. Gewoon defaultskin, die is... Ja, dit komt bij mij het dichtst bij. Clips by Team 39, heb je nog meer... Boom, dit is mijn heb je nog meer dingen? Ja, nee, mees. Kijk, ik bedoel meer dat je, dat je bijvoorbeeld... Nee, maar dit is zijn versie nou ook, hè. Hij mag niet meer veranderen. Ja, I know. Maar ik heb ook gewoon letterlijk niks van voetbal. Dus nee, ik ook niet. Ik doe maar een handbalknuppel, dat is ook het dichtst bij. Dit is eigenlijk een beetje Lucas-skult. Nee, niet mijn schuld. Degene in de chat zijn schuld, want dat is zijn thema. Dat is goed, dat thema. Ja. Ik haat diegene nou in de chat. Nee. Hashtag haat hem. Wie gaat die? Dit vind ik het meest op. Ja, maar gewoon naar jullie 100%. Allebei. Gewoon naar jullie allebei, want het is gewoon een beetje een kut thema. Oké. Okay. Nieuw thema. Even denken hoor. Gewoon een beetje een vreedzak, waarbij je denkt van ja, die eet veel te veel.
Nee, ik ga even niet. Hoe de hel kan ik nou winnen of diegene veel te veel winnen? Ik denk dat wel iemand, maar dat komt alleen omdat ik de serie verdien. Ja, ik heb gewoon niks, hè. Ik heb letterlijk niks. Boeien. Ik ga gewoon als pancake boy. Moet je ook zeggen wat je kiest? Ik kies Pancake Boy, die is Pancake Boy! Ja, ik heb een Penis Boy. Dit is best een goede combi als ik eerlijk ben. Deze kan heel veel Ik kan heel veel Gumbo's. 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 Meespelen. Oh shit! Ik klikte dan per ongeluk op dat knopje. Ik respawn. Dies. Oh, respawn je. Ik wil jou vermoorden. Nee, laat maar. Ik respawn niet. Weg. Iemand vermoord die even. We moeten even opnieuw beginnen. Omdat jij dan maar in het team zit. Je rot op? Omdat Mees, laat hem. Ties. Hij zit bij mij in het team en anders kun je niet dood. Of jij zit bij mij in het team. Nee. Kom eens dan! Gaat diegene nog meedoen? Die zei dat hij mee wou doen. Echt, boy, Jeansmeet, je mag zeker meedoen. Doe even mee. Kill gewoon. Ja, kill mij even. En dan sta stil. En nu? Ja, nu heb je het dus verprutst. Oh nee, laat maar. Kijk maar. Huh! Ik ga best naar de lobby. Hij staat juist in de hoek, officially Tico Balzac, de game. Echt, hè? Waarom de hel doet mijn hele... Ties, kijk mijn livestream, ik ga opeens naar de lobby. Huh, there was an error. The game you were trying to go has already end. Kom even naar de dingen. Allemaal terug in de lobby. Kan die kerel ook joinen? Ja, ik weet niet of die... Kerel, jij vieze mannetje. I see the crystal raindrops. Hey, clips bij Team 39. Laat ze nog even een thema achter. Oh, mijn name viel even weg. Oké, Mees, nu mag jij de host zijn. Ik weet al meteen gewoon eentje voor jullie. Ja, maar wie gaat er nou meedoen? Hij gaat er nog joinen, want... Gewoon joinen. Hij zit niet meer in live. Ik machete hem vanavond wel ergens even een keer. Huh? Ties, ben even ready, Ties. Weet je nog hoe die heette? Want dan kan je hem ook inviten. Nee. Ik heb gewoon mijn heb ik gezegd. Hij zei, kan ik meedoen? En dat hij is gaat je hacken, hij gaat je hacken, Luca. Hij gaat je hacken. Nee. Let's go. Ik ga even in de live doen wie wil meedoen. Ja, lekker. Ja, lekker. Iemand nodig me uit voor een live. Uit, ik ben gewoon lekker een leader. Iemand wil samen live gaan. Dit is gewoon de slechtste combi ooit. Iemand wil samen live gaan, zou ik het doen? Kan ik jou even horen? Hé, man. We zitten bij elkaar in het team. Man, stuur nog even een invite om samen live te gaan. Nee, je moet je niet doen. Moet mijn nek. Hey, God, hoe ben ik 5 HP? Ja, hoe ben ik ook 5 HP? Heeft iedereen. Maar de volgende keer had ik 25. Dat weet ik bijna zeker. Oké, Mees is nu de host. Wat? Oké, wat moeten we doen, Mees? Dief. Het thema is dief. We moeten dief zijn. Boef, boefje. Gewoon boef, man. Gewoon boef. Boef, man. Ik heb geen dief. Boeien me niet. Boef. Ik ook niet. Ja, ik ga dan geen skin maken. Ik kan toch godverdomme geen boef maken. Ik kan toch fucking ook niet een unicorn een boef maken. Nee, maar gewoon, ik heb ook geen boef. Maak zelf een boef. Want ik heb boef, het is de dief. Ja, dan... Dief, boef, boef, dief, dief, boef, zeker het zelf. Ik kan zien wat Luca maakt.
Ja. Je oma. Ik ook. Ja. Oké, ik kan jullie niet horen. Vaak aan mij. Oké, sta stil, sta stil. Oh ja, die schat op mijn rug. Ik heb namelijk een schat uit iemands huis gestolen. Oké. Okay. En die pickaxe heb ik ook gestolen, omdat het zelfs aan mijn pickaxe is. I like, een beetje gangster vibe-achtig. Beetje, ja, ik mag. Ties, nu is het jouw tijd om te shinen. Want je moet het wel echt goed doen nou, want Luca... Hey. Ja, ik vind de burger wel lekker. Ik ben aan het wachten op die. Ja, ik ben eruit gekeken omdat mijn tering internet weer eens niet doet. Tering, altijd doet mijn tering internet het niet. Dat is helemaal gek daarvan. Nou, je kunt gewoon weer joinen. Ja, je kunt gewoon weer joinen, dus. Nice. Maar mijn internet doet het nooit. Lekker schap. Jongen, mijn hele For You page staat met dat niet voor. Fijn, Nintendo flippert weer. Ik wil Luca. Weet je wat mijn moeder vandaag allemaal had gemaakt voor de verjaardag? Voor Sam? Nee. Even kijken. Tijd. Hoeveel chips hebben we nou? En appelflop. Oh. Appelflop. Hey, jij vieze dikke arme. Ah! Nee, grapje. Ja, ik wist toch niet dat ik wel even iets heel erg belangrijks om tegen jou te zeggen hier op Flirt Night. Dus jij moet zo wel even. Ja, ik kan er niet in, want naar mij toe, even naar mij toe. Ik zie nou gewoon niks. Ik zie alleen Zee. Ik zie nou alleen Luca. Luca, jij moet even sushi idee doen ofzo. Ja, iedereen zit er volgens mij in. Zit iedereen erin? Ik zit erin. Oh, ik moet blijkbaar respawnen, want ik ben gewoon dood gegaan. Oké, ik ben dus de leader, hè? Ik ben de leader. Ja. We gaan weer even verder met het onderwerp dief. Ik wil zo graag een PlayStation 5 in plaats van een Nintendo Switch. Ook al heb ik dan geen skins meer op voor. Ik hoef niet echt de PlayStation 5 of zo. Ik vind een 4 al prima genoeg. Ik ook. Ik wil in ieder geval geen Nintendo Switch meer. Oké, nou, Mees. Oh ja, jongens. Jongens in de stream. Het thema was trouwens boef. Schoon boef, man. Schoon boef, man. Ja, we gaan gewoon verder. Jij was gedisponeerd. Ga gewoon verder, man. Ik heb zo terug. Tenminste, voor de stream. Die ene guy die mij... 77. Hey, hallo, die ene guy die mij weer nu rozen stuurt, die mij inmiddels 77 rozen heeft gestuurd, die echt een legend is, die is nu meer bij een stream gejoind. Die is please. Dat is zeer legaal. We gaan de politie bellen. Hij is gewoon verliefd op Luca. Oh, hey bro. Verliefd. En nee, hij is er net ingekomen. Ja, en dadelijk gaat hij weer uit en erin en eruit bij Luca. Je moeder is een poe. Wat zeg je dan? Yo, asshole. Hey bro. Ik doneer €50 als je wint. Oké? Als ik win met de fashion show, donat iemand maar €50. €50? Niemand krijgt over €50, maat. Dat weet ik. Oké, Mees. Oké, okay, dus als jij wint, krijg jij €50 dus, oké? Precies. Oké, even kijken. Oh, die is jongen. Dat is lelijk. Oh, shit. Dit is mijn eerste skin, hè? Ik wil je ook een knuffel geven, Ties. Vol. Mees, mag ik een knuffel van jou dan? Nope. Nope. Ah, ja. Oké, okay, hier. Psych. Nope. Ja. Nope. Ties. Ja. Oh. Ga lekker voor je. Ga lekker janken, baby.
Hé, hey, maar wie heeft gewonnen? Ties. Ties, ah jammer. Ga aan de kant, ga weg. Maar weet je, je waarschijnlijk had die guy mij toch geen 50 euro gegeven. Ja, oké. Okay. Nee. Laten we even denken. Laten we lekker denken. Oké, wat is het thema? Ja, dan weet ik nog niet. Wacht. Dat is per 50 euro weg. Ja, ik kreeg toch geen 50 euro, dus het boeit me echt niks. En de fashion show is ook nog niet voorbij. Dit is de eerste keer. Okay, de fashion show is nog niet voorbij. Oké, dan ga je naar de Jumbo. Dan ga je naar de Jumbo. Ja, boeiend. Jumbo. Gooi je controle kapot en krijg je een raket. Ja, de controle is ook kapot, dus ik ga hem niet nog een keer kapot gooien. Sorry, man. Zijn we onze party joinen? Ja, doe. Nee. Oké. Jawel. Oké, wat is het thema? Ik zei jungle. Jungle, ja, oké. Jungle! Ja, rustig. Oké, jongens, stream. Het thema is jungle. Ewa, fuck, je bent er weer. Tijn. Oh ja, boys, thema is trouwens jungle. Tijn. Waarom fuck zegt Tijn niks? Tijn zegt wat. Ai. Niet zo verlegen, je kunt gewoon praten. Hij had waarschijnlijk zijn headset niet ofzo. Dit is niks in de buurt met jungle, want ik ben een aap. Oké, laat me zien. Oh nee, die van Luca is echt veel beter. Ik kan niet eens boven zien welke skin ik al. Nee, laat me zien. Oh, weet je gewoon die pickets heb. Oh, ik dacht dat de bom moest stoppen. Hoe jou, iemand heeft mij 9 rood gestuurd, legend. Bro, je bent een legend. Je hebt inmiddels al 92 dingen naar mij gestuurd, dan ben je gewoon een legend. Ja, een legend. Doe nee. Oké. Man, die van Luca is 10 keer zo goed. Ja, kijk, hij is een bom en ik ben een aap. Oké, wacht. Ik kan hier niet bepalen. Dus wat ik ga doen, is ik ga een muntje flippen. Luca, bro, kijk dan, ik heb nogal beest achter op mijn rug, hè? Nee, ik heb nog iets om het af te maken. Wauw. Ik heb nog. Wauw, ja. Luca? Ik heb nog een beest achter op mijn rug, die ook uit de jungle komt. Luca, kop of munt? Kop of munt? Dank je. Ik kies kop. Oké, dan ben jij een munt, Luca. Oké. Oké, schiet er voorop. Weet je dat Luca gaat winnen, maar ik vind zelf, ik had Luca gekozen. Het is kop. Ik kan niet zien wat het is. Het is kop, het is letterlijk kop, ik zweer. Ik heb gewonnen! Wie had kop en wie had munt? Jij had kop en Luca had munt. Oh, kut. Ja, dan... Oh, deze had ik ook altijd nog kunnen kiezen. Oké. Nu is het thema eng. Eng, oké. Oh, deze is nog best goed. Oké. Oh, maar als je die tegenkomt in je kamer, dan moet je echt schreeuwen. Ja, oké. Gewoon even een of andere enge Ziggy of zo neerpoppen. Ja. En dan zou ik al gewoon... Doe mij zelf. Oh, deze is goed, holy shit. Wow. Ja. Wat dit? Ik vind hem zelf wel goed. Oké. Luca, je moet wel echt iets heel goeds hebben. Ja, natuurlijk is Luca wel weer iets heel goeds. Nee, maar wel echt gewoon echt heel, heel goed, hè. Oké. Okay. Ja, maar ook echt heel, 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 heel. Hey bro, je hebt me 99 rozen gestuurd. Mijn 90's doen het niet, mensen. Deze guy hoeft nog 1 roos te geven, dan heb ik 100 roos. Als hij dat doet, is hij een legend, maar dan gaat hij waarschijnlijk niet. Hij heeft 100 roos gegeven! Oh, wat dit is zo lastig. Dance, man, ik heb 100 rozen. Ik heb 100 rozen. Ik kan niet beslissen. Wat, jongens, ik word gebeld door een privénummer. Eind je live nu, of anders nu ik weer in de komt. Nee, maar zal ik hem opnemen? Ja, kom doen. Ja, doe. Hallo? Ik moet even krachten. Wat?
Zegt hij, kan je neuken van? Die oma, Guus. Oh nee, het is Ali B. Hij zegt dat hij even over een platennummer gaat. Nee, ja jongen, ik heb opgenomen, maar het was iemand van school. Ik kon het horen aan zijn stem. Guus van de Heuvel was het, jongens. Ik kon het gewoon horen. Luca, zit je nog op de basisschool? Ja. Weer maar, kop of munt? Die van mij is enger, maar die van Luca heeft gewoon iets anders. Luca, kop of munt? Ik vind die van mij enger omdat Bieke fight mij. Biek? Luca, kop of munt? Wacht. Bieke, laat Biek lekker actiefs krijgen. Nee. Oh, hij moet ons joinen juist. Ik kan jullie niet joinen. Doe je ons potje? Ja, ik kan alleen naar jullie kijken. Ties, kop of munt? Hij belt me weer, zal ik weer opnemen? Jongens, stream, ik ga weer opnemen. Hallo. Ties is munt, Lucas kop. Hallo. Hallo. Stik nu weg. Het is kop, Lucas, jij hebt gewonnen. Hoezo zeg je oma? Stik gewoon. Stik jij maar in deze party, Tijn. Ik kan Luca niet hitten. Ik heb weer opgenomen, oké, ja. Hey, niet Luca kan hitten. Ik ga lekker joinen. Biek, we doen fashion show, doe mee. Die van mij is echt veel eng, man. Die van hem is gewoon een klein... Je weet wel hoe dat werkt, hè? Luca, jij hebt gewonnen. Oké, ik ben nu bij de host. Omdat nu heel veel mensen er zijn. Hè? Omdat nu heel veel mensen er zijn. Ja, wat ben jij? De host. Waar zijn heel veel mensen? Nu weer. Tijn is er nu. Ik kan er niet in. Oh, dan moeten we even gaan lieven. Login. Kom maar lief, even dan iedereen weer ready. Oké, Tijn, weet je hoe fashion show er? Eén of andere officieel set zegt in de chat, neem op bij de live. Huh? Ja, weet ik. Ik heb hem opgenomen. De maker van deze fashion show is Cypher PK. Ze is een bekende Fortnite-speler. Cypher, ja, weet ik. Die heeft heel veel fashion shows. Van deze van hem heb ik wel. Wat laten jullie veel, hoor. Jongens, lief even. Hou je weg! Oké. Fucking hell, jongen. Waarom de helden krik aan staan? Waarom heb ik... Ik zei toch helemaal niks? Oké, iedereen ready, ik ben de host. Iedereen ready. Jullie zijn erg ruikig als fuck jullie. Jullie zijn dit van zo'n bakkerthema's. Wacht even. Oh jongens, dit is de eerste keer dat we tijdens misschien nog een keer anders kunnen zien. Of zegt hij in één keer carnaval, dan trekt hij dat aan. Zegt hij, dit is mijn kostuum met carnaval. Ik wil wel wat pittig voor jullie. Dat die da di di da. Even kijken wat ik zo. Jongen, dat mens. Hallo, my Bayano. Hey, dat mens die belt. Jongens, die belde mij net iemand in de stream. Jongens, die belde mij net iemand. En die belde privé als privénummer. En hij zei gewoon mondkapjes te verkoop. Jongen, ik hoorde gewoon dat het iemand was. En toen praatte er opeens iemand anders toen hij weer belde. Dus er zijn twee mensen die gewoon met mij lopen te fucken die mij kennen. Want eerst hoorde ik een bekend iemand van school. Ja, eerst toen had ik opeens iemand anders. Trouwens, pas op, sla niet op de grond. Want als je op de grond slaat, dan gaat de vloer kapot. En niemand anders slaan. Oké, jongens, iedereen pakken de grond, behalve in het midden. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Ja, pak gewoon, niet in het midden, Iedereen pakt zijn eigen vak, Oké. Ik vat hem deze hier. Ik ga proberen... Ik ga een hete stun doen, wacht even. Tijn, nee! Je moet gewoon een ding kiezen, ik ga nu een thema kiezen. Ja, weet je wel, als mensen niet luisteren, kick ze dan onder de party. Als jullie niet iets gaan doen wat hun willen, kick ze dan. Oké, nu ga ik mensen killen als het niet mooi is. Tijn, ik ga geen hokje kiezen. Als het niet mooi is, dan ga ik mensen killen. Oké, jongens, het thema is zomer. Weer zomer? Zomer? Wat anders, man. Oké, wat zou ik doen? Wacht. Chat in de livestream. Wat zou ik voor thema doen voor de mensen? Laat iets leuks achter. Er zijn zes mensen, dus één iemand moet wel een creatief idee hebben. Laat iets achter. Ja, omdat iemand mijn live kijkt ofzo. Mag ik meedoen? Ik heet Grappig Eentje. Ja, tuurlijk. Ja, weet ik.
Zet even je geluid uit. Iedereen mag meedoen, waarom niet? Ik wil niet slopen! Oh shit! Wie is daar? Dus ik heb wat is het thema? Ja, ik ben nog even aan het denken. Ik heb je nu uit friend. Je mag zeker meedoen. Oké, Fortnite speler. Laat even iets achter. Wat voor thema moeten we doen? Ties, kun je alsjeblieft je geluid uitzetten? Haak is je fucking chat. Waarom heb je het al twee keer? Ja, omdat jij je geluid aan hebt van de stream bij mij. Dan had ik het niet. Dan had ik het niet. Oh. Nu hoor mezelf, ik hoor mezelf niet twee keer. Jongens, ik heb echt bijna niet. Oké, iemand van de acht mensen. Of negen mensen. Laat iets weten wat ik kan kiezen. Want we weten echt niet wat we moeten kiezen voor de eerste keer. Oké, weet je wat? Ik doe gewoon iets. Jongens, ben even stil. Oké, iets cute. Waarvan je denkt van ja, dat vind ik wel knuffelbaar. Dit wil ik wel knuffelen. Gewoon iets schattigs. Nou, kies maar iets. Tijn niet bouwen! Wiek niet bouwen! Ik heb niks schattigs. Ja, ik wil Tijn inbouwen. Nee, Wiek, even niet doen. Anders word je gedisqualificeerd. Oké, wacht. Niks doen. Ik ga mijn Nintendo Switch opzetten. Oké, ja, ik heb jou drie gevraagd, ik heb officially Tico, dus dan moet je die even accepteren. Wiek, je moet maar iets doen, hè? Het thema is schattig, Biek. Moet ik jou zoenen? Oh, wacht. Oké. Ik heb bijna geen skins. Goeie. 12 kijkers, oké. Ik ga mijn Nintendo Switch opzetten. Hey, zeg even dat die Woensel 126 op Nintendo Switch. Die Woensel 126, die speelt op Nintendo Switch. Oké, Biek, je moet wel mijn passende backbling hebben. Hou je backbling mee. Ik mute meester zo dadelijk. Biek, je moet wel met passende backbling hebben en met passende pickaxe. Dan moet het wel opnieuw. Ja. Maar gast, deze kan je niet binnen. Dit is je eigen mening. Mijn backbling wel niet. Je moet je eigen mening geven over iemand die graag zou willen knippen. Als jij nou zegt van deze wil ik... Dan moet ik dus eigenlijk gewoon weten wie jij het liefst wil knippen. 18 mensen, backbling. Nu kijken. Oh ja, je backbling niet meer. Ja, dat is meestal zo vet. Dat wil ik stemmen, dat wil ik het mooist vinden. Nee, niet stemmen, ik kill gewoon degene die ik niet mooi vind. Ja, ik kan sowieso gekild worden. Ja, dat moet je. Degene die je mooi vindt. En dan, jij zegt letterlijk net wie je wil knuffelen en nou gaat het in één keer om wie het mooist is. Nee, ja, dat is ook, maar gewoon wie het beste thema heeft van wat ik zeg. Snap je? Nee, Biek, even niet doen. Biek, niet doen. Waarom? Nee, even eraf. Tijn, wat bleef jij? Gewoon het beste, even niet bouwen, jongens. Gewoon het beste wat ik vind. Oké. Jongens, ik wil die scan. Want als dit Tijn is, dan heeft Tijn gewonnen. Ja, Tijn sowieso. Tijn is cute, ik vind Tijn... Ja, ligt er al, als die kind een enorme energie is, ja, dan weet ik die eigenlijk... Ja, trouwens, dit is een robot! Ik zou geen ijzige banaan willen knuffelen, hoor. De kitten is radioactief. Banaan, die is, ik ben niet de ijzige banaan. Lama. Ik zou die ijzige banaan... Ja. Biek! Kickbeek mag, kickbeek! Nee! Mensen killen zonder reden! Even wachten hoor, ik kill even iedereen, want anders schiet het ook niet op. Nee! Nee! Ja, dat was maar één keer! Nee! Werk even mee! Ja, dus moeten we toch helemaal opnieuw beginnen hoor, dus! Want hun zijn nu allemaal dood! Misschien kan je gewoon dat niet doen! Dus oké! Grappig eentje, stond er wel even zo... Hé, Lika! Ik stond al zeg maar zo met mijn handen, alsof ik daar in mijn bakjes lag. Ja. Jongens, weer van de man, er zijn hier heel veel mensen. Hé, grappig eentje, hoe gaat het? Ja. Ik heet official Tico. Hey, heb je mic? Buxem, poesie, vrouw, de poesie. Je hebt 13 kijkers, hè? Ja, weet ik. 15 kleine mensen. Yo, fuck, dat hoop ik op. Oké, jongens, wat zou ik als eerste thema doen? Hallo, wat waren? Ik ga echt iedereen mute, ik word helemaal gek. Rijf de grote vest, kleuren, stoog, jezus. Oké, ik ben stil. Oké, jongens, ik ga even een thema bedenken. Even kijken hoor. Ik hoor jullie trouwens niet.
Want dat is wat handiger voor de stream. Maar het thema is, even denken... Oh, ja, iedereen pakt trouwens een eigen hok. Ik zie daar twee mensen in hetzelfde hok. Iedereen pakt een eigen hok. En als je dus... Blijf gewoon voor je hok staan als je klaar bent, laat me zeggen. Dan kom ik vanzelf wel kijken. Oké, het eerste thema is Cube. Dus een beetje... Of ja, futuristic. Dus een beetje waarvan je denkt van... Zo, dat is echt futuristic. Gewoon ja, in de toekomst een beetje. Voor sommigen die geen Engels kunnen. Volg mij, please. Ik heb weinig volgers. Nee, man. Ook al heb je zoveel hartjes gestuurd. Aardappelgang. Heel misschien. Hey, Siem. Yo, hey, Faka. Hey, Siem of Stef. Ik heb letterlijk 100, gewoon fucking 100 rozen van iemand gekregen. Hey, Big, by the way, je moet wel iets doen. Ik hoor jullie trouwens allemaal niet, maar je moet wel iets doen. En niet bouwen. Wie bouwt hier? Bro, wie de fuck bouwt hier? Je moet wel een ding kiezen. Ties. Wacht, ik... Bij de 19.000 volgers drop ik een raket. Oké. Ties. Even wachten, ik unmute je. Ties, yo. Jullie moeten wel allemaal een thema kiezen, of een ding kiezen. Ja, maar dit is grappig. Je kan toch niet joinen als wij al in het potje zitten? Praat hij dan de hele tijd? Nee, maar ik zeg de hele tijd, we moeten leven zodat hij kan joinen, maar jullie negeren mij. Nee, ik zeg toch, ik heb jullie allemaal gemute. Wat doe je met gemute? Ja, dat ik je niet hoor, omdat ik echt... iedereen praat, omdat dat is een beetje druk. Ja, jongens, ben je moet allemaal lief, ja. Even iedereen lief, oké? Okay? Iedereen lief. Wacht, hoe gaat hij nou eigenlijk met ons praten als hij geen mic heeft? Of heeft hij wel... Ja, jullie hoeven niet eigenlijk per se te praten. Het gaat er meer om, ja. Nou, iedereen gewoon lief. Bij de 1900 volgers drop ik raket. Wie ben jij en hoe heet jij? Ja, dat ga ik niet allemaal niet zeggen, Pik. Maar ik mute weer eventjes iedereen. Kijkers gaan echt dramatisch omhoog. Ja, echt hè? Wat 20 kijkers gewoon al. Maar dit, zo zie je maar weer, jongens. Ik heb even iedereen gemute. Maar Tijn, jij ook even lieve. Maar hoe heet het? Zo zie je maar weer. Als je gewoon veel met... Please. Wat is er? Wat is er met please? Maar zo zie je maar weer. Als je gewoon veel mensen hebt, dan komen er veel mensen. Wat staat nu pas dat Tijn online is bij mij. Maar Tijn, lief even. Ah, je bent toch lief. Nou, iedereen ready? 17 kijkers. Ik heb trouwens iedereen van jullie gemute, dus ik hoor echt niemand. Jullie horen alleen mij eigenlijk. Oké, maar het eerste thema voor nu is dus futuristic, omdat nog niemand echt iets heeft kunnen doen. Dus het eerste thema is dus futuristic, dus dan weten jullie dat voor nu. Nou, ik hoor echt niks als ik iedereen gemute heb, Pik. Oh, holy shit, dat is echt gay. Maar ik zat game even en dan... iedereen pak je eigen hokje, behalve in het midden. En dan gewoon, als je klaar bent, gewoon voor je hokje blijven staan. Oké, nou, iedereen pak je eigen hokje. En het thema is dus futuristic, dus succes iedereen. Oké, jij pakt die mee, is goed. Nou, futuristic is het thema. Succes iedereen. Er zitten al een paar mensen erin. Zodra wat mensen klaar zijn, dan ga ik gewoon een hele rij af. Ik let op één iemand en als die klaar is, dan ga ik gewoon een rondje lopen. En dan kijken of iedereen al klaar is. Als het te lang duurt, dan tel ik gewoon af, laat me zeggen. Of ja... Ik gun iedereen wel tijd, maar ja. Please, Roblox filmpjes. Nee, dit is gewoon Fortnite als je eventjes normaal kan doen. Maar, please, wat is er, Isabel Clem? Eng. Oké, jij bent klaar. Nou, ik ga even kijken bij jou. Wat jij hebt. Oké, futuristic. Ja, dit past niet echt bij futuristic. Dit is, ja. Het is niet echt futuristic. Het is meer gewoon een gumbo, laat maar zeggen. Ja, dus... Hallo. Oké, even kijken hoor. Ja, dit is wel futuristic, bro. Ja, toch. Oké. Ja.
goed zo meest. Dat is ook wel futuristic. De eerste is er trouwens al uit. Ja, ik weet niet wat dit is, maar... Dit, nee. Dit is niet futuristic, jongens. Even shakedown, dat is ook wel lekker. Oké, nu gaat het tussen jullie twee. En deze guy. Oh, jij bent ook nog. Oké, boyo, deze is echt lijp. Deze, ik weet niet wie dit is. Grappig eentje volgens mij, maar bro. Deze is echt ziek lijp. Oké, ja. Nou, het volgende thema is... hoe heet het? OG. Dus gewoon een... maakt niet, gewoon wat... Als je geen OG skin hebt... Dan gewoon een beetje OG. Dus waarvan je denkt van zo, dus wel echt OG. Volgens mij heeft iedereen wel een OG skin. Jammer voor Tijn en dingen. Wacht, ik ga even kijken. Volgens mij zegt echt iedereen nu wat, maar ja. Ik ga even... Ik heb een normaal potje. Ik mute jullie ook vooral, en dat is om een reden, zodat ik niemand van jullie kan horen, zodat jullie gewoon lekker kunnen overleggen. Hallo! Please Roblox filmpjes, ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar... Roblox filmpjes, oké. Oeh ja, die is wel OG, pik. Die is echt wel OG. Oh joh, oké. Ik ga ook even een OG skin aandoen, snel. En daarna kom ik er weer uit. Hallo, werkt hij nog mee? Oké, bro. Even de pickaxe. Wil je ook die golfclub pickaxe? Ja, deze vind ik wel echt vet, man. Toppunten voor jou alvast. Oké. Ik ga even bij Mees kijken. Mees is nog niet klaar, volgens mij. Nee. Nou. Mees en Ties moeten alleen nu nog. Oh, je bent... Oeh, ja, die is ook wel vet, die pickaxe. Ik vond die andere er beter bij passen, maar ja. Mace, oké. OG, oh, je hebt geen OG skin. Oké, de pickaxe is wel echt ziek. Alleen, ja, het is geen OG skin, weet je. Dus ja, kan je niet killen. Dus dat is kut. Dus ja, Mace ligt er eigenlijk uit, maar ja. Want sowieso, het is geen OG default, dus ja. Ik kan Mees niet killen. Kan iemand Mees even killen? Kun jij Mees killen? Hem dus. Oh, hij rent. Hij is bang! Oké, nu nog Ties. Oké. Ja, sowieso. Wojo, die is wel echt lijp. Bro, Mees, doe even niet gewoon. Doe gewoon even niet zo poesie. Mees, je ligt er gewoon uit. Dan moet je niet helemaal weggaan. Want het is geen OG skin, het gaat nu tussen hun twee. Mees. Oké, het volgende thema. Ja, Mees ligt er gewoon uit. Laten we maar gaan zitten. Het volgende thema is een beetje dodelijk. Of ja, eng. Creepy. Gewoon eng. Of creepy. Gewoon waarvan je denkt van echt, what the fuck, dit is ziek eng. Hier pis ik spontaan in mijn broek van. Iemand nodig me uit om live te gaan. Ja, nee, sorry vriend. Schijt eraan. Oké, ik ben benieuwd. Dus hoe heet het ook alweer? Wat was het? Oh ja, eng. Dat was het. Dus ik ook wel even een enge skin aan. Eerst is klaar. Wow, joh, dit is echt ziek eng. Oké, dit is ook wel eng. Oké, het gaat tussen jullie twee dus. Ja, ik vind die heel eng. Vooral omdat hij ook dat dansje heeft. Wow. Je hebt gewoon zijn hoed gejat, prik. Je hebt gewoon zijn hoed gejat. Oké, ik geef jullie allebei nog één kans. Want ik heb geen dansje van kop of munt of zo. Want ik vind jullie allebei heel vet. Wie er nu dus verliest, heeft gewonnen.
Dus ik ga deze gaat jullie voor jullie allebei. Oké, het volgende thema is rood of ja, rood en wit. Beetje. Of nee, zwart en wit. Dus een beetje zwart-wit. En er mag niks van een andere kleur tussen zitten. Gewoon eigenlijk echt spontaan alleen zwart en wit. En als je geen van die skins hebt, dan ja. Dan is dat kut. Voor jou. Als je geen een van de zwart-wit skins hebt, dan mag het rood en zwart. Alleen dan geen een andere kleur. Hi, Atmanikisje of zoiets. Oké. Wie er nu het beste heeft, heeft gewoon gewonnen. En daarna doen we iets anders in creative of zo. Want, of jou. Die is zwart en wit, ja. De backbling is ook zwart-wit. Wojo, jullie zijn... Bro, zijn pickaxe! Ja, deze gaat naar de vis. En vooral van, door zijn backbling... En deze. Pickaxe. Dus het spijt me degene die deze heeft. Oh, dus... Nou, iedereen doe even mee. Of ja, jullie twee doen even lekker mee. Maar deze gaat wel naar de vis, sorry. Nah. Hij gaat echt naar jou. Nou, dit is dus de winnaar. Volgens mij is het... Woensel, dus Ties. Oké, wacht. Ik ga maar... Yay, ik ben knocked. Geen victory. Nee, je moet me gewoon even killen. Maar nee, zo werkt het spel niet. Oké, ik unmute nu even iedereen. Waarom leeft... Iemand leeft nog. Ja, dat is Mace. Wow. Mace, ga gewoon dood. Nee, ik ga niet zo grappig doen of zo. Je bent niet Kees. Ja, oké. Okay. Mace, kick me of zo. Die kerel wil niet doodgaan. En als je hey, grappig eentje heb je, Mike. Hier, kom maar, kom maar. Een grappig eentje heb je, Mike. Ik ben veel te weinig HP. Hij heeft een Mike, hij zit er niet dit op tegen te praten. Kunnen we ook zo'n rondje doen? De skin die bij jouw naam past? Ja? Mace. Ja, dat zou ook wel kunnen, ja. Maar dan moet Mace even dood, anders kan het niet. Die kerel gaat mijn... Ja, ja, lekker. Oké, ja. Dus nu gewoon... Nu moet de skin kiezen die bij je naam past, gewoon, ja. Jezus, jongen. Dan maken we een potje dat ik eentje. Ik heb er helemaal geen. Maar jongen, dit. Kijk, die kat die was mooi van jou, grappig eentje. Alleen... De backblink van die andere. Van Tief dus. En de pickaxe. Ja. Jongens, waarom begint hij bij mij niet nieuw? Ja? Begint hij bij jullie wel? Sissi was echt... Ja. Nee. Hij laat gewoon. Is hij opnieuw begonnen bij jullie? Hij laat gewoon. Oh, nou begint. Wauw. Er komt al. Dat is het. Is het wat bij je naam hoor. Ik vind het altijd grappig als je dan bijvoorbeeld online en dan ga je gewoon... Een skin waarbij je denkt van ja, die past wel bij mijn naam. Die past wel bij mijn naam. Ja, weet ik. Ja, maar dan moet je toch ook iemand zijn eigen naam kennen? De ding is van een vriend. Je moet van iedereen echt zijn naam kennen om te weten of die vriend bij past. Ik kon hem meteen gewoon afgooien. Dus dan moeten we de echte naam je Fortnite naam, je Fortnite naam. Mijn Fortnite naam moet ik dan van de skin nemen. Nou, Woensel is dus van de New Kids, dus dat is een beetje... Ja, dit is top. Dus dat is gewoon een beetje meme-ig, dus dan gaan we een beetje... Dan gaan we de meme kant. Kijk, eentje doet op de computer, eentje doet... Nintendo Switch, en die doet op PC. En de rest allemaal PlayStation. We worden gewoon gestalkt of zo. Hé, hey, maar we hebben pas ook in het thema. Bazoer. Gewoon maar bij je naam past, een skin maar bij je naam past. Ik doe ook mee. Ja, maar Luca, is dus een beetje mythisch, want Woensel is dus een P. Jeetje, hallo, daarom heb ik een goede school naam. Wow. Grappig eentje is een eentje. Oké, die heeft hij wel gedaan. Big, what the fuck? Ik kan net een... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon wel dood. Big, waarom heb je een default skin nou? Die past niet bij je naam. Ja, ik heb geen skin die bij mijn naam past. Ja, Big, doe dan gewoon een skin aan die je hebt. Ik vind deze gewoon bij mijn naam verzonnen, dus dit is gewoon letterlijk... Ja, boeien. Heeft je moeder een biesje drie of wat?
Ja, nee, mijn vriend met de achternaam Wisseling, zij vertrouwde Fortnite niet. Dus ze zei ze, ja, Biesje Dries. Ja, ik ben dus niet een unicorn, want in mijn is ook gewoon mijn naam van mijn vader. Is een meme, dus daarom heb ik een meme skin aangetrokken. Hij te killen. Maar die gaat, ik vind deze echt het best, ik vind deze echt het best. Ja, ik vind die eens, bro, die vind ik echt wel goed. Ja, Tijn, wat de fuck heb jij nou weer? Je hebt Tijnino en jij vindt dat erbij passen. Ik heb een sprayer bij. Een sprayer? Je hebt gewonnen. Ja. Cuter. Weet iemand hoe dat moet? Ik kan geen dansjes. Ik heb Nintendo, maar ik ga een PC kopen. Ik speel Nintendo ben. Hoe moet je sprayen op een PC? Luca, wie heeft alles gewonnen, Luca? Gewoon dansen. Mijn hele Nintendo heeft hier niet meer. Ja, deze heeft gewonnen. Wie heeft gewonnen? Deze. Ik vind die van Tijn. Ik vind die Noob skin en dan die van Tijn. Want die van Tijn is ook nog een skin. Dus ja, maar wat? Waarschijnlijk iedereen die een skin heeft die leuk vindt, daar doet hij gewoon. De naam die doet, die komt altijd daarna. Nee. Maar jongens, volgende round. Ik kan geen dansjes of sprays doen. Dus ik kan ook niet als jullie zeggen een dansje dat er goed bij past, kan ik niet doen. Jongens, kijk nu de dansje heb ik altijd aan. Ja, die horen, ik ga voor Bie. Ja. Hey, grappig eentje, weet jij nog een thema? Jij bent toch Bie? Hey, stop! Weet jij nog een thema? Je hebt verloren! Hoezo? Omdat je fucking noob skin bent! Je moet door! Ja. Gast, kan je ik heb helemaal geen skin hier! Ja, dat interesseert ons toch niks? Bie! Ja, maar ga wel even naar beneden! Nee! Bie! Hoezo niet? Ga goed! Anders winnen we de game niet! Anders winnen we de game niet! Blijf goed stilstaan! Ik doe toch helemaal niks? Hey, Big, what the fuck? Echt die leuke! Ja, kijk Big man! Kijk Big! Die kan zo! Doe helemaal niks! Luca, dan moet je eigenlijk in dat ook doen, die kut! Ja! Dit is shit, maar hij is het schild! Die kan hoe! Luca, dan moet je Big eigenlijk inderdaad wel kicken! Ja, ik ga verstoppen met de livestream ook. Ja. Voor niemand en speel gewoon door. Ik heb 100 diamanten. Luca? Ja. Hallo? Wat de fuck is er met waarom de fuck ben ik niet? Hey, wie zit er nog tegen u in? Die moet gewoon in de jongens, we beginnen weer opnieuw. We moesten nog steeds met die naam. Ja, omdat jij zojuist jij tische gefilmd. Terwijl dan niet mocht. Nee. Oh ja. Je hebt verloren, maar ik ben zo slecht tegen je verliefd, wat? Nee. Waar is die überhaupt? Degene die Biek is, doe nu een dansje. Ja, hou de Biek. Oh kut. Ik kan nog steeds niet waarom respawn ik? Oh nee, laat maar. Oké, what the fuck. Ik open naar TikTok en het eerste wat ik zie is een eend. Oké, maar wat is volgende? Waar komen wij de volgende round? Grappig eentje, weet jij iets voor de volgende ronde? Die gast is gekikt. Wie is zo TikTok? Dat ben ik. Jij moet hem toch stellen. Jij moet hem toch stellen. Ja? Wat is er? Wat wordt het volgende thema, Lita? Ja, ik weet dus geen thema. Dus ik vroeg al, grappig eentje, weet jij iets voor een thema? Ik ga proberen. Een meme. Ik ga het doen. Meme? Ik heb nog niet. Volgende is het. Een avontuurlijke skin. Oké. Voor in het wilde overleven. Eerlijk, daar heb ik al gewoon de skin. Ik heb een beetje wel avontuurlijke skin. Waar is die? Ik heb echt een coole skin. Wacht, zit niet daar ook even een normaal potje? Kan niet! Nee, maar dat kan dus niet met z'n zessen.
ben jij dit? Ben jij de rapper? Ja. Wie is de rapper? Ekke. Wie is dit? Luca. Luca, Bugno. Hè? Luca, Bugno. Wie is deze vis? Luca Bug. Jij, dus jij bent Luca, de rapper. Ja. Dan oordeel heel erg over mijn skin. Mijn Waar is de leider? We hebben toch zo'n leider? Ik het, dat ben ik. Die zit nu even in zo'n. Ja, oké, even kijken. Ik het. Oké, natuurlijk een skin. Ja, dit is wel vet. Deze vind ik tenminste beter, want vooral die pickaxe en die backsling, die past er wel goed bij. Ik vind die van mij niet slecht, want dit is ook echt een gevaar. En die van mij is ook wel gewoon, dat is meer een cowboy, weet je. Het is wel avontuurlijk, maar deze die gaat naar de triggerfish, deze gaat naar die vis. Hè? Wie verliefd dat? Wie verliefd dat? Ja, die is. Oké, wij zijn gewoon. Hier. Oh, avontuurlijk. Ja, Tijn, dit is niet echt avontuurlijk, pik. Of ja. Ja. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie van deze? Ik ben benieuwd, want ik heb geen zin meer in fashion show. Nee, ik ook niet. Nou, ik ben dan ook. Ik ga ook liever dan. Ja, ik ga ook even gewoon niet creëren. Ik heb ook geen zin meer in fashion. Fashion show. Ik heb 2 uur fashion show gedaan. Mees, we hebben 2 uur fashion show gedaan, dus dat is wel goed. 2 uur? Ja. Oh, fuck man.